Lucille ben ik en wat ben ik? Lucie. Grote Lucie. En vandaag gaan we onze kleren oppimpen. Maar voordat we beginnen, hier moet je alles voor nodig hebben. Hier schoenen om te pimpen. Om pimpen. Wit. Ja, wit. Is een beetje zonder. En ook een wit vestje. Wit is niet mooi. Dus. En een wit shirtje met een spijkerbroek. En dat kunnen we allemaal pimpen vandaag. Nou, shirt en mooie broek. Wij zouden mee beginnen. Met schoenen. Met de schoenen, oké. Maar voordat we gaan verven, gaan we eerst onze schorten aan doen. 1, 2, 3. Da-da, we hebben onze schorten aan. Nou, zullen we beginnen, mama? Ja. Zeker, we hebben hier als eerste wat water. Dokje. En we hebben hier een doekje. En we hebben hier kwastjes. En dit is speciale verf. Verven. Voor op maar, je schoenen. Mag je ook de veters doen? Ja, dat mag ook. Maar dan moet je misschien de veters niet eruit halen of wel eruit halen. Nee, ik hoef voor zin mijn veters doen. Nee? Oké. Okay. Ja, liefie? Mijn schoenen heb niet veters. Nee, die heeft wel klittenband. Dus je kunt het klittenband kan je ook verven. Als je wil mengen, heeft mama hier van deze meng. En hier kan je dan zelf iets op mengen. Maar even kijken hoe het gaat. Dit is voor ons de eerste keer dat wij dit gaan doen. Ik blauw. Oh, moet je een doekje erbij? Zo. Nee. Ik ga beginnen, mama. Ja, begin maar. Maakt niet uit. Silla begint met blauw en die maakt een heel mooi streepje. En Luxie. Het is geel. Die maakt hem geel. Precies op de klittenband. Mooi, Luxie. Heel mooi. Maar ik hou van niet geel. Oh. Ik even geel doen. Je houdt niet van geel. Waarom doe je je schoen dan geel? Dan kan je voor je regenboog maken. Oh ja, er zit ook een regenboogkleur in. Dat klopt, net als jullie schortjes. Lucilla heeft hier een mooi blauw streepje op gemaakt. Voor de hele speciale schoenen. Daarvan bestaan er straks maar één. En dat zijn deze paar schoenen. Ja. Grappig idee is dat, hè? Ja, maar je kan toch ook toevallig dit doen en dan maak je toevallig dezelfde. Dat kan, maar het is nooit exact hetzelfde. Mooi, Luxie. Ja, heel mooi, Liefie. Maar dat is een heel klein kans, toch? Een hele kleine kans dat het exact hetzelfde wordt, ja. Dus dit is eigenlijk gewoon de Lucilla-gimp. En dan wordt de Luxie-gimp. Goed zo, Luxie. Geel. Ja, dan wordt hij geel. Dan even op het doekje doen. Heel goed. En dan ga je de andere schoen even doen. Ik ga nu ook een... Wil je de andere schoen hetzelfde doen? Ja, nu wordt hij groen. Ja. Luxie, wil je die blauw? Wat? Oh. Dat is niet erg. Ja, mama heeft doekjes. Concentratie op en top. Er worden hele coole schoenen, Luxie. Heel mooi. Oh, doekje. Op thee. Nou, ik en Lucilla die zetten nog hele mooie stipjes op. Nu nog gedoe bij deze kant groen en geel. Oké. En Luxie, eens even kijken hoe zit hier. Wauw. Die is ook weer heel anders dan die. Wauw, Sil. Ze zijn echt al heel mooi geworden. Hè? En mijne. Ja, die voor jou waren ook al klaar. Ja. Heel mooi. Nou, dan gaan we die even laten drogen. Ja, neem ze maar mee. Zetten we ze even daar op dat plekje om te drogen. Zo, gaan we ze hier even neerzetten. Niet tegen elkaar aan. Niet tegen elkaar aan. Want anders gaan ze verven tegen elkaar. Nou, ik vind ze mooi geworden. Luxie ook heel bijzonder. Mijne. En die voor jou ook heel mooi. Mijne is ook droog. Heel mooi. Ze zijn heel mooi. Nou, op naar de volgende. We zijn gekomen bij de... Broek. Spijkerbroek.
Deze spijkerbroek kun je natuurlijk ook gewoon iedere spijkerbroek die je maar hebt, kan je gewoon daarvoor gebruiken. Want we gaan deze spijkerbroek een beetje oppimpen. Ja. Met allemaal leuke opstrijkjes, heet dat. Ja. Dit zijn... Cupcakes. Cupcakes. We hebben hier... IJsjes. We hebben... Watermeloen. Aardbeidjes. En hele mooie... Vlinders. We hebben deze beneden gedaan. Ja. En de watermeloen en de aardbei hier zo boven. Die doen we boven. Oké, dan gaan we nu strijken. Ja. Zo. Die is warm. En we zijn beslagen. Aan de kant de meiden, het is warm. Mm. Een minuut lang. Moet je een minuutje lang volhouden. Nou, eens even kijken. Het ijsje ook. Zit vastgepakt. Of niet? Valt hij eraf? Nee! Kijk dan jongens. Super vet. Zo wil je de aardbei? Nee. Ja. Naar de aardbei. En daar doen we doen. Zeker weten? Dit anders ook. Ja. Oh. Niet zeker weten dus. Zo. Beetje schuin. Zo. Ja, een beetje zo. Oké. Nou, het papiertje er weer op. Hoppatee. Mooi. Gaat ie, hè? Een minuut lang. Eet. Maar het houdt je lekker. Nou jongens. En. Tada. Leuk hè? Superleuk. Kijk, aardbei en een watermeloen. Echt super mooi. En nu gaan we ons shirt doen. En we hebben hier, ja, dit is ook weer iets specifieks. Iets wat je op kan strijken. Ik heb dit ook nog nooit geprobeerd. Dus ook gewoon een probeerseltje. Dit kan je knippen. En je kan er allemaal figuurtjes uit knippen. Maar je kunt ook gewoon een lijntje doen. Of iets wat je leuk vindt. Een hartje of een knoop. Maar moet het wel hierbij passen. En het moet dan wel daarbij passen. Dus inderdaad. We hebben hier de kleuren. Deze kleur hebben we ook nog. We kunnen verschillende kleuren doen. Blauw, paars. Niet alleen blauw doen. We kunnen nog meer doen. Ja. Blauw past er wel bij. Vooral bij de spijkerbroek. Ja, dan dus pak je de blauwe. Hier hebben we een shirt. En blauw vind ik ook mooi. Blauw, ja. En welke kleur vind je nog meer mooi? Roze ook. Roze kan ook. Ja, en doe ik ook roze. Roze? Ja, en naar rechts mag. Oké, nou dan hebben we hier vormpjes. Okay. Je kunt hartjes doen. Maar je kunt ook zeggen, ik wil gewoon zo'n lijntje doen. Een soort lijntje of ik wil een hartje. Hartje? Tekenen we even het figuurtje van het hartje. Hartje? Hart. Hart zit onder de kop. En dit is het glitterhartje geworden. Nou, eens even kijken. Even richting op jou. Waar wil je hem dan hebben? Ondertussen hebben we vier hartjes uitgeknipt en Lucilla wil ze op deze manier op het shirt hebben. Dus dan gaan we zo met de strijkijzer, eroverheen en leggen we deze hier neer. En plakt het dan gewoon. Zo, ja. Als het goed is wel. We gaan het gewoon testen. Zo, nou eens even kijken of dit gelukt is. Ja, het is warm denk ik. Zit vast? Wow, het zit wel vast. Wauw. Kijk dan. Leuk, Sil. En wat je nu dan nog kan doen, daarvoor hadden we ook nog deze, is bijvoorbeeld een zwart lijntje eromheen maken. Ja. Weet je wel? Of bij de ene een blauwe, die andere. Die moet je uitdraaien. Dit is het geworden. Vier hartjes. Ik vind hem heel goed gelukt. En twee blauwe en twee roze. Ook toepassen voor dat twee jongens en twee meisjes hebben. En ik wil gewoon super mooi. Ja, leuk. Ja. Nou, en wat gaan we nu doen? Naar de tas. Naar de tas. Nou, dan hebben we hier de tas. En wat wil je daarmee doen? De vlinder erop. Een vlinder erop doen. Oké. Okay. Ja, ik ga een regenboog maken. En daar gaat de vlinder naartoe vliegen. Ik denk dat het ongeveer wacht. Meer naar beneden. Zo. Ja. Hier? Ja. Een papiertje erop.
dan halen we het papiertje eraf. En zit hij vast? Ja. Ja, hij zit vast. Ja. Nou, top. Dan mag je deze mooi gaan tekenen. Dat zijn speciale textielstiften. En die kan je hiervoor gebruiken. Nee, niet dezelfde schoenen. Kijk, die zijn ietsjes anders. Maar voor de rest hebben jullie weer hetzelfde outfit gemaakt. Ja. Eigenlijk dezelfde boeken en dezelfde shirtsen. Ja, vind je het leuk? Ja, ik vind het ziet er leuk uit, meiden. Zelfs de tassen hebben jullie hetzelfde gemaakt. En mama. Ja. De tassen is ook ooit hetzelfde. Ja, de tassen is ook allebei hetzelfde. Willen jullie het even aantrekken? Ja. 1, 2, 3. Tada! Maar Lucie zit nog een beetje nat. en ook deze watermeloenen en die andere dingetjes. Ja, heel leuk. Dit is echt leuk geworden. En hier op de pijp. Ja, schatje. Onze seertje, een hartje. Ja, die moet mama nog een beetje beter strijken. Ja. Doe ik zo nog even strijken. Goed? Het is even een heel tijdje later, maar wat we hebben ontdekt is dat er een plasticje af moest. Dus we hebben hier het plasticje afgehaald en dan zit het gewoon helemaal zo geplakt op haar shirt. Zie je het? Ja, dat moesten we nog even doen. Maar vond je nou weer een leuke vlog? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en doei!